Priester Jules van Este was voor de oorlog leraar in het college van Poperinge. In 1914 werd hij vrijwillig hulpaalmoezenier in het Belgische tweede linieregiment. Een kleine foxhond werd zijn vaste metgezel en kreeg de naam Torpille of Torpedo. Hij joeg op ratten en Jules noemde hem graag zijn kleine rattenpakkerke, want van dat ongedierte liepen de loopgraven over. Jules en Torpille vormden in de loop der jaren een hecht duo. Ook voor talrijke soldaten was de hond een troeteldier. Al bleef Torpille vooral de zorgzame vriend van Jules. Op zekere dag moesten wij naar de loopgrachten, over passerellen, kleine brugjes van een meter breed. Want in de sector van Niepoort, Diksmuiden, stond alles onder water. Ik ging per fiets, Torpille liep voor mij uit. Op zeker ogenblik blijft hij staan en kijkt om. En ik zeg, wel Torpille, wat heb je nu? Maar ik zag het al gauw. 3 meter verder was de brug in stukken geschoten. En natuurlijk ook met mijn fiets, plof, het water in. Het was een plaats van 1 meter of 2, 3 breed. Ik kroop eruit aan de overkant en zo naar de loopgrachten, waar ik mijn post moest innemen, helemaal doornat. Na de oorlog werd Jules van Este pastoor van de Ieperse deelgemeente Boezingen. Toen Torpille een paar jaar later overleed, liet Jules hem opzetten en kreeg de hond een mooi plaatsje in de pastorij. Na de dood van Jules kreeg Torpille een nieuwe thuis in het In Flanders Fields Museum.